deze video leg ik uit hoe in PowerPoint de aandacht kan trekken op de tekst van uw dia. Ik heb hier vier teksten klaarstaan en ik heb een insprong gedaan door middel van een bolletje. Ik ga de vier teksten selecteren, Ctrl A. Klik hier op animaties. Klik hier op wissen. Klik hier op effectopties van links. Nu controleren. U ziet dat de teksten nu van links verschijnen. En hier bovenaan klikt u op bij begin, bij klikken. De vier zijn nu geselecteerd. Ik klik hier op de pijltjestoets naar beneden. Klik op effectopties. En nu ga ik hier bij na animatie een lichte kleur kiezen, zodanig dat de aandacht wordt gevestigd op de volgende tekst die verschijnt. Ik klik hierop. Klik bijvoorbeeld op deze kleur, klik hierop, klik op OK. En u ziet dat telkens wanneer er een nieuwe tekst verschijnt, ik kan u nog eens trager doen, de eerste tekst licht wordt gekleurd zodanig dat de aandacht wordt gevestigd op de volgende tekst. Ik klik op F5 om af te spelen, klik op de pijltjestoets naar rechts, de eerste tekst verschijnt, klik op de pijltjestoets naar rechts, de tweede tekst verschijnt en de eerste wordt minder duidelijk. Klik op de pijltjestoets naar rechts, de derde tekst verschijnt en de tweede wordt minder duidelijk, en zo verder. U kan hier bovenaan ook de tijdsduur instellen. Nu staat ingesteld op een halve seconde. Als ik hier nu klik op selectie afspelen, gaat u zien dat de tekst zeer vlug verschijnt. Wenst u dit te veranderen, gaat u als volgt te werk. Klik hier bovenaan op duur en verander het bijvoorbeeld naar 1,25. Klik op selectie afspelen. En u ziet dat de tekst veel trager verschijnt.